is vandaag Vaderdag, dus ik wilde graag een videootje voor je maken. Weet je nog wat je vroeger altijd zei met Vaderdag? Dat we cadeautjes voor je hadden en zo. Wat je op school gemaakt en zo. En dat we dan snoep hadden bijvoorbeeld. En dat je altijd zei, nee, hoeft niet. Hoeft niet. Ik heb mijn eigen snoep. En dat was dan je check. Serieus, pa. Dat zeg je toch niet tegen kinderen dat snoep hetzelfde is als check en check snoep? Kan toch niet? Ik wilde even wat leuke dingen terughalen. Ik ben heel erg blij dat je vroeger altijd die video's hebt gemaakt. Vanaf toen ik al heel klein was. Want daardoor heb ik ook herinneringen die ik anders misschien niet zou hebben. Bijvoorbeeld de ene keer dat ik schmink aan het eten was. Weet je nog? Weet je nog? Heel sneaky dat ik zo aan het blazen was. Want we waren de handen aan het schilderen met schmink. En dat ik, oh, hoe zou dat smaken? En dat je toen zo boos werd. That was funny. Mondje open, mondje open. Oh, naar mijn herinnering heb jij mij maar één keer geslagen. En dat was, hoe oud zou ik geweest zijn? Ik heb geen idee, 5, 6? Ik weet het niet. We waren aan het stoeien, gewoon bij jou thuis. En gewoon aan het stoeien. En toen heb ik je dus per ongeluk tussen je benen geschopt. Oh jongens, halleluja. Je nam ook mee naar de badkamer. Ik denk zodat mijn zus het niet hoeft te zien. Ik heb geen idee. En je was boos om me. En je slapped me across the face. Zo van, dit mag je nooit meer doen. Je mag papa nooit meer daar schoppen. En dan like, what? He hit me. Ik denk dat je deed om echt heel duidelijk te maken. Van, dit hurts like a motherfucker. You're never gonna do it again. Had ik kleine leuke herinneringen. Zoals dat we, als we naar Lelystad gingen. Vroeger gingen we nog heel vaak naar Lelystad. Naar de familie in Lelystad. Omdat jij daar toen een tijdje woonde. Dan gingen we, om het weekend gingen we met jou mee. En dan gingen we naar Lelystad. Dus om het weekend. Vet gezellig. Maar dat je dus altijd op de hele lange weg zo ging rijden. Zo. En dat je, vooral, ik heb vooral die herinneringen van in de auto. Van daaraan. En van Klein Orkest. Die band. En het is heel lang gewoon muziek geweest, weet je wel? En dan word je ouder en dan realiseer je van, deze muziek gaat echt ergens over. En er zitten gewoon wijze lessen in. Hoogwaarschijnlijk heb je dat gewoon expres gedaan om ons wat mee te geven. En serieus, ik heb daar ook echt, daar heb je dan ook veel aan. En wat ik heel grappig vind van Klein Orkest is dat je dan, als je dan oud genoeg wordt om door te hebben dat muziek een message kan hebben, dan heb je daar wat aan op dat moment in je leven. En een paar jaar later heb je datzelfde liedje met dezelfde message, zeg maar. Maar toch leer je dan nog meer omdat je zelf ouder bent en ervaringen hebt gehad. Het is heel interessant. Bedankt. Oh, en elke zondag zwemmen. Niet elke zondag trouwens, om het weekend natuurlijk. Want we waren om het weekend bij jou. Maar dat we gewoon elke zondag gingen zwemmen. Lekker joh. En ik zat pas laatst te denken van, daar zat je dan? Want je ging niet mee zwemmen. Jij zat dan boven in de kantine. Serieus, dan zit je daar dan urenlang. Terwijl je kinderen aan het zwemmen zijn. Is toch niet leuk? Waarom ging je gewoon gezellig mee zwemmen? En het is jammer dat ik in mijn tienerjaren ben ik heel weinig bij je geweest. Dat vind ik heel jammer. Hè? Want je wordt puber. En nou ja, ik woonde niet bij jou. Hè? Ik woonde bij mama. Ik ben nogal veel bij je geweest natuurlijk. Maar toch minder. Hè? Want je krijgt vriendjes en alles. Maar goed. Waar ik echt heel dankbaar voor ben. Wat ik gewoon echt heel leuk vond. Is dat we samen 2 maanden op vakantie zijn gegaan. En dat je me je homeland hebt laten zien. En dat was echt, echt een ervaring. Hoe ouder ik word, hoe meer ik daarop terugkijk. Dat ik denk van, hoe vet was dat? Gewoon 2 maanden lang. Naar jouw homeland. Gewoon zo vet. Maar jonge vriend, echt serieus. Hoe jij reed, was eng. Weet je nog dat we die ezel hebben aangereden? Weet je nog dat we die ezel hebben aangereden? Serieus. We hebben dus een ezel aangereden. Hij leefde nog hoor. Maar oh my god, dat was echt eng. En heel grappig. En daarna heb je heel rustig doorgereden. Kijk, tot hier kan ik van alles met je bespreken. Want dat herinner jij je ook nog wel. Maar dat ik bijvoorbeeld geslaagd ben. En dat ik gewoon het volwassene leven ging beginnen qua, hè, dat ik ook gelijk een baan kreeg. Dat heb je wel meegemaakt. Maar dat weet je volgens mij niet meer. En dat je Egbert nooit hebt ontmoet. Of mijn zwager en zijn zoon. Hoe jammer is dat? Maar wat ik echt heel jammer vind, is dat je gewoon nooit je eerste kleinkindje hebt mogen ontmoeten. Je zei altijd van, nee joh, ik wil geen opa worden. Ik wil geen opa worden. En dan bracht je het alsof je dat gewoon helemaal niet wilde. Maar je bedoelde gewoon dat je niet oud wilde worden. En als je er nu aan terug kon denken, had je niet graag oud willen worden? Had je niet graag dat kleintje ontmoet willen hebben? En kunnen zien hoe die opgroeide en hoe erg die op je lijkt. En wat een schatje het is en wat een mooi kind het is. Vind ik echt heel jammer. En mocht ik ooit kinderen krijgen, dat je die ook gewoon nooit mee zult maken. En alle andere mooie dingen in het leven. Je bent altijd, vooral de eerste paar jaar was het zo, maar het is nu nog steeds zo. Bij alle grote dingen die gebeuren, ben jij de, hoe noem je dat, er is zo'n woord voor. De grote afwezige.
Weet je wel, dan ben je ontzettend blij dat het gebeurt, wat er dus aan de hand is. Maar je bent altijd ook een beetje verdrietig, omdat je er niet bij kan zijn. Ik wil je vandaag op papadag bedanken voor alles wat je hebt gedaan, kon doen, de gezelligheid. Oh ja, weet je nog dat we de laatste paar jaar, weet je wel, dat jij niet zo goed in je vel zat en ik ook niet. En dat we dan altijd grapjes maakten over dat wij waren samen de depressievelingen. En dat we daar dan grapjes over maakten. Ik vind het ook heel jammer dat je niet nu kan zien dat het goed gaat met me en dat het steeds beter gaat. En hoe leuk had je het gevonden dat ik dagelijks aan het vloggen ben. En serieus, mijn kijkers hadden jou zo tof gevonden. Maar ik denk dat je wel heel trots zou geweest zou zijn. Maar hey, misschien had ik dit nooit gedaan als dit allemaal niet was gebeurd. Het leven zou niet nu zo zijn zoals het is als je niet was overleden. Het is gewoon gek om over na te denken. Bedankt pa, ouwe zak, weet je nog? Was van die chips reclame, maar ik noemde jou altijd zo. Ouwe zak. Anyway, bedankt. Bedankt voor alle video's die je al vanaf 1986 hebt gemaakt. Heel erg jammer dat je er zelf zo weinig op stond. Want je wilde natuurlijk alles vastleggen en jij was de cameraman. Maar hey, je had jezelf ook erop moeten zetten. Hè? Want nou hebben we zo weinig beelden van je van toen. Hey, ik ga je vandaag geen snoep geven, want je hebt je eigen snoep. En ik geef je gewoon een dikke kus. Een dikke knuffel. Ja, wat wil ik zeggen? Ik zie je snel weer. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Tegen wie praat ik eigenlijk? Je bent er niet meer. En ik heb dus al die mooie video's. Maar die moet ik echt gewoon een keer digitaal maken. Want dat zeg ik ook al jaren dat ik dat doe. Maar weet je wel, vooral in het begin, dan wil je dat gewoon allemaal niet kijken. Omdat je gewoon niet geconfronteerd wil worden met het feit dat je het niet meer bent. Maar de videobanden gaan gewoon hartig eruit. Want die komen gewoon uit de 80's en de 90's. En die heb ik mooi in een doos staan, zodat ze goed beschermd worden. Maar ik moet ze gewoon digitaal gaan maken, want straks zijn ze er helemaal niet. Dus ik ga nog even wat video's kijken en dan ga ik de video gewoon afsluiten. Mwah.